Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Ik open de vlog vandaag heel erg laat. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Het is vandaag alweer vrijdag 17 september 2021. Ja, het is nu 7:30 in de avond. Ja, we zijn bezig met zegeltjes plakken. Heel handig, ja. Dat is leuk hoor, als je bij de Jumbo boodschappen doet. Dus dat. Dus ja, daar gaan we even mee verder en dan gaan we zo naar de Jumbo en even nog even kijken bij de lokale truck om daar broodjes te halen als ze er nog zijn. En even nieuwe zegeltjes scoren. Precies. Dus heel veel kijkers bij deze grote nieuwe vlog. Zo, wat ik dus net al zei, en we hebben weer zegeltjes. En ik moet nog drie kaartjes en één rij, dus mooi. Ja, nou dan gaan we dat maar even weer plakken. En ik heb genoeg. Ik heb ook nog genoeg boekjes. Ja. Dus ik heb. Ik ga dus nu met spaarkaart 8 beginnen. Heb ik nog 9 en heb ik nog 10. Dus ja. En hoeveel rijen zijn het altijd, schat? 5. Dus ja. Nog 10 rijtjes. Hè? Nog 10 rijtjes. Uh-huh. Dat heb je allemaal gekocht. En dan de bon. Dat is bij, bij Original daar. Bij, wat een mega bom. Ja, nou, dat doen hun. Alles op en op één aanslaan. Kijk, de Jumbo, en die doet gewoon keer 3, keer 2 of wat dan ook. Nou, en dat doen hun niet alles, maar per één afscan. Ja, dan krijg je zo'n bom, ja. Dus ja, nee, ik voelde me vandaag gewoon niet goed. Dat kunnen jullie ook wel aan mijn gezicht zien. Ik zal het even uitleggen ik heb een nieuwe kijker bij, dat is Leontien. Leontien, dus leuk dat je kijkt, maar haar dat zit nou er niet lekker uit. Nu eventjes één grote warboel. Ik ga ook nou niet kammen, nu niet, ik heb geen zin in. Ik voel me gewoon er niet lekker voor, dus ik vind het prima. Maar wat ik aan heb, dat is gewoon een trainingsbroekje. Ik heb een horloge altijd om aan mijn rechterkant. Dat vind ik fijner. Ook al ben ik ook rechts met schijven, maar ik heb hem ook gewoon aan de rechterkant. Nooit aan de linkerkant. Ik heb een trouwring om aan mijn ringvinger, ook aan de rechterkant. Ah, goed toevallig. En heb ik een soort van truitje aan, dat is blauw met grijs. Wat? 2% de Jumbo bonnen. Ja, is toch handig? Maar waar komt die andere vandaan? Dat zijn Jumbo supermarkten. En dit is de Jumbo foodmarkt. Ja, maar mag ik... Oh, wat ik bedoel... Even geduld. Reuzel. Waar ligt Reuzel ook alweer? Reuzel? Nee. Hier nog een andere. Ja, deze komt dus uit Voorburg. Die is altijd wit. Die is altijd wit. En dan hebben we een Jumbo in Reuzel. Reuzel, waar? Oh ja, tuurlijk. Schoolstraat. We waren aan roet. Hè? We waren aan roet. Ja, Reuzel, tuurlijk. Was dat in Reuzel? Ja, blijkbaar. Ha! Oh, oké. Okay. Ik even Reuzel. Waar zijn we geweest aan Reuzel? Reuzel. Ja, tuurlijk. Kijk hier. Grens. Grens. Ja, okay. We gingen het hondje wegbrengen. Weet je juist, nog? Juist. Hondie. Ja. En bij Arendonken daar in de buurt. Dus dit is van Reuzel. En dit is ons eigen. Is grappig. Is leuk. Ja. Even een leuk grappig feitje. Hè? Moet kunnen. Grappige feitjes dus. Maar wil je wel eventjes goed tellen, want ik had hier net eentje extra. Nog een extra plakken. Nee. Niet. Nee, dat is vervelend, meneer. Ja. Ik heb ook wel 6 gemaakt. Nee, gewoon 5 AUB. Hier kun je bij plakken. Nee. Straks. Nou, kaartje nummer 9. Heb ik hier ook nog heel veel boekjes. Ik vond het leuk om boekjes mee te nemen. Ja, en dan moet ik ook nog een vlog editen vanavond. Want anders hebben jullie morgen niks.
En zondag ook niet. Dus ik moet er sowieso twee. Ik heb er geen zin in. Momenteel. Nee, maar het moet. Want jij moet morgen werken. Dat ook. En we gaan ook weer morgen pleiten. Werken en pleiten. Nou, mama ook. Om even wat af te geven. Dus ja. Dus dat. Wat leuk. Sorry, mag niet lachen. Weet het. Normaal doe jij dat altijd. Lachen. Ja. Erg grappig. Ja. Heb jij nog een leuke woordgrap voor Leontien? Het is heel even heel goed nu, want Leontien die is niet zo heel goed met het bekijken. Ja. Met de ogen. Misschien is het even handig om te vertellen hoe jij eruit ziet. Dat vindt ze heel fijn. Hoe ik eruit zie? Nou, ja, nee, met de snor. Gewoon even. Ik ben een mannetje. Joh. Ja. Ik heb kort haar. Donker. Ja. Ik heb een flinke snor. Tot onder mijn neus. Nee, gewoon even. Ja, gewoon een snor, zo onder gewoon mijn neus. En gewoon lekker om de mond heen tot eigenlijk. Ja. Nou, net geen goatee. Alleen het middenstuk ontbreekt dan nog, zeg maar. Het ja. Is dus afhangend langs de zijkant. De zijkanten. Ja, en jouw haarkleur is geverfd, hè? Het is donker, maar wat heel. Ja, en wat voor kleding heb je aan? Wat voor kleding aan? Ik heb een overhemd. Grijze? Een grijze overhemd. Wat ze nu kan zien. Ja, grijze overhemd, blauwe broek, horloge, rechterkant, net als jij. Scheelt hier. Ring aan de andere kant. Linkerkant. Yep. En geen bril, maar dat heb je alleen al op en op je werk. Je zonnebril heb ik af en toe op, nu niet. Nee. Op mijn werk heb ik een schermbril op. Ja, die heb ik hier trouwens ook. Ik heb hier ook een schermbril. Ik zal hem even gelijk even opzetten. Dus niet een bril om te schermen. Schrik niet, maar hij is leuk. En pas. Dit ben ik dus nu met bril op. Oh ja, en ik heb leuke oorbelletjes. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Nou, anders moet ik dat eventjes morgen overdag doen. Er zit een kleine bling bling in. Ik doe weer even mijn bril af. Zo, hoeveel zegeltjes heb ik? Mijn god. Ik heb nu alweer een boekje. Dit is een boekje vol. Ga je dan ook zo even mee helpen met plakken? Nou, dan heb ik weer een boekje. En mensen, dit is nog niet vol hoor. Maar ik heb dus nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 boekjes wat nog vol kan. En heb ik hier 16, 17, 18 boekjes eigenlijk hier liggen. Okay. En waarvan één dus nu vol is, dat is al €26. Nee. Dus dit is ook nog een boekje vol of twee boekjes? Nou, nee. Wat nee? Wat nee? Nee, Karin. Nee, maar helemaal gewoon voor één boekje nog? Nee, kijk, vijf van die rijtjes is één bladzijde. Ja, dat... Dat halen we even niet. Om daar... Eén boekje mee te vullen? Dat niet? 50 rijtjes mee te krijgen. Dat deed zeer die onverwachte beweging. Maar oké. Nou, we zien jullie zometeen wel weer waar we naartoe gaan. Nou, dat is sowieso die Jumbo. Want ik weet niet of we weer nog broodjes kunnen scoren. Want het is 8 uur, bijna. Oké, aan de burgemeester Banninglaan in Leidschendam heb je dus de Ozon. Daar doen we ook heel vaak wel boodschappen. Maar daarnaast zit deze toko. Wij hebben er één keer eten gehaald. Maar dat is voor ons één keer en nooit weer. De patatjes, dat smaakt naar kip. Ja, het is niet lekker. Nee. Dus, mocht je het wel lekker vinden, mag ook. Maar wij... Persoonlijk vinden het niet lekker. Dan gaan we nog liever naar de Burger King en anders naar de Mac. Ja. Zo, zoals jullie weten wil ik heel graag dit hier, wat hier nu, wat jullie hier dus nu zien, wil ik weg hebben. En zoals dit wil ik ook weg hebben. En dit kleine stukje hier. En bij de deur, als je binnenkomt, heb je het ook. Kijk, dit hele stukje. Dus dan heb je dit hele hoekje hier. En dan heb je daar.
Want ik heb dus, let niet op de troep hoor jongens, echt niet, gewoon even niet doen. Ik heb één grote takkenbende hier in deze kamer. Ik heb hier dus een hele hoop laminaat liggen. Dat zien jullie. Nou, deze laminaat, qua kleur, kijk. Alleen, ik weet niet of jullie de kleur nu heel goed zien. Dat denk ik haast wel. Het is een beetje bruinig grijs. Maar dat wil ik dus hier hebben. Ja. Dus ja. Dus daar gaan we maar weer voor. Hè? Ja, deze thee. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doei doei!